Voorzitter, vanmorgen stapte ik uit een warm bed in een koud huis. En liep ik op mijn blote voeten over een koude vloer om het ontbijt voor ons gezin klaar te maken. Ja, de heer Klaver gaf zojuist aan dat hij zich vaak schuldig voelt. Maar ik voelde mij vanmorgen ook schuldig toen ik mijn vrouw en mijn kinderen achterliet in een koud huis. Maar we doen het ergens voor het klimaat. Er komt namelijk een warmtepomp in huis. Dat is niet alleen goed voor de CO2, maar hopelijk ook voor onze energierekening. En voorzitter, we horen de afgelopen weken veel over drammers, over dromers, maar ik zou hier een lans willen breken voor doeners. De SGP pleit voor actie. Gewoon praktische actie. We moeten met elkaar gewoon aan de slag. We moeten het gewoon gaan doen. Voor onze schepping, onze leefomgeving, voor innovatie, maar ook voor een stop op die dure import van fossiele brandstoffen. En voorzitter, we kunnen blijven kibbelen en bekvechten over het opschroeven en het allerijl halen van doelstellingen en ook percentages, maar daarmee verlies je draagvlak in de samenleving. En volgens mij hebben we dat draagvlak juist echt heel hard nodig. Want wat heb je aan ambities die mooi zijn op papier, maar in de praktijk niet te halen zijn? Per jaar 80.000 woningen extra op duurzame stadswarmte. Ja, ik weet dat ik dat antwoord vanavond niet krijg, want dat is iets dat moet uit die berekeningen komen of dat klopt. Maar we zijn wel erg benieuwd of dat reëel is. Wij zeggen, zorg voor haalbaarheid, betaalbaarheid en vooral ook voor een betrouwbare energievoorziening. We zeggen ook, wees een beetje creatief. Want waarom moeten winkels 7 dagen per week open zijn met alle bijbehorende transportbewegingen en al dat energieverbruik? Waarom kiezen we niet voor winkelsluiting op 1 zo'n dag? Je krijgt een dag rust en we besparen ook nog een megaton CO2. Voorzitter, de SGP wil een doorrekening van het kostenplaatje van het klimaatakkoord. Wat betekent dat voor de gewone man en wat betekent dat voor de MKB'er? De bouwtafel beweert, de energieberekening gaat bij ons niet omhoog. Maar hoe pakt die opslag op de energierekening de komende 10, 20 jaar uit? En wat betekent die accijnsverhoging als je niet eens geld hebt om zo'n elektrische auto te kopen? En op het bordje van wie komen de uiteindelijke kosten van al die extra buizen, kabels en energieambtenaren? En dat is ook een vraag van mij uit aan het kabinet. Ik ben erg benieuwd of we op 13 maart in die brede doorrekening ook al die indirecte kosten te zien krijgen. Dan hebben we met elkaar ook het eerlijke verhaal, het eerlijke debat en kunnen we dan kijken of die 49% ook echt haalbaar is. Voorzitter, ik kan het niet laten om ook te pleiten nogmaals voor een stevige verhoging op de vliegbelasting. Want die honderden miljoenen die kunnen we investeren in het haalbaar en betaalbaar maken van die broodnodige energietransitie. En dat lijkt me veel beter dan een extra nationale CO2-heffing waarbij we, als je niet uitkijkt, onze bedrijven wegpesten. Voorzitter, mijn boodschap is echt heel eenvoudig. Als je het al deed, laten we stoppen met drammen. Als je het al deed, stop met dromen. Ja, als je op bed ligt mag het van mij. Maar laten we het gewoon met elkaar gaan doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stoffer. Tot slot geef ik het woord aan de heer Boudet namens Forum.